Ja. Verse speculaas voor in de winkel. Ja. We hebben gisteravond nog even de speculaas klaargezet, zodat we die dan 's ochtends af kunnen bakken. Speculaas bij ons is echt ouderwets handwerk. We hebben een klein speculaasmachientje en daar rollen de speculaasjes dan uit. Maar het betekent wel dat we dus gisteravond om 11:30 klaar waren en vanochtend om 3:30 weer opgestaan zijn om 16:00 in de bakkerij te kunnen zijn. In de Sinterklaasperiode mogen wij nog wel eens de 80, 90 uur aantikken. En normaal is het altijd 75, 80 uur. En extreme gevallen hebben wij wel eens 90 en 100 uur ook gemaakt. Gevuld speculaas is echt een artikel wat alleen met de Sinterklaasdagen, dus echt een week, 14 dagen voor Sint-Nicolaas, beginnen we ermee. Dit is echte roomboter en echte amandelspijs. Alles 100%. En dat is het lekkerste als dat vers gebakken is en dan ook meteen vers gekocht wordt. Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaas. Nou, we zijn nog een paar boterletten aan het maken. De meeste hebben we al gehad. Maar er zijn toch altijd nog een paar die ook nog een letter willen, dus dan doen we dat. Als je een boterletten maakt, dan moet daar zuiver amandelspijs in zitten. Dus dat wil zeggen amandelen en suiker. En voor de rest geen witte bonen of weet ik veel wat. Dat hoort er allemaal niet in. Het moet gewoon echt kwaliteit zijn. Dan wordt hij ingerold. Dan snijden we hem netjes op. Ja, en wat voor letter zullen we nou maken? Dit bouwen. Maken we maar de S van Sinterklaas. We zijn de hele dag bezig en dan gaan we s'avonds nog even door. We beginnen al vroeg. En dan beginnen we meestal met het gebak en de bestellingen voor de dag. En dan is het achter elkaar boterletters maken. En s'avonds nog even inpakken en de volgende dag weer door. Nou, het is hard werken, maar je doet het met heel veel voldoening, want het is. De mensen zijn allemaal blij waar je komt. Het is allemaal gezelligheid en lekker smullen, dus dat geeft toch plezier. Het is vandaag de laatste dag, 5 december, en ik maak gewoon nog ouderwetse pepernootjes. Die gaan zo meteen de oven in. Iedereen denkt, wat een rare dingen zullen dat zijn. Maar zo ziet een pepernootje er dus ongebakken uit. Een banketbakker, dat word je niet, dat ben je. Je kan het niet worden. Je bent het in hart en nieren en als je niet de passie hebt voor het product, om het te verkopen, om het te maken, dan ga je het niet redden. Als je niet de passie hebt, is het onmogelijk om banketbakker of bakker te worden. Voilà. Ofwel soms.